uitgerust met teddybeer en camera gaat de drone van Radmund de lucht in bij het Utrechtse Zegveld. Hij heeft weken toegeleefd naar deze dag. Vandaag vindt de eerste drone meeting voor hobbyisten plaats. Ze zijn meestal individueel bezig. En nu hebben ze de kans om ervaring uit te wisselen en andere type drones te kunnen bekijken. De meeste zijn toch beginners, dus ze kunnen heel veel leren. Maar ondanks de goede voorbereiding van Radmund zijn er slechts 17 drone-eigenaren opkomen dagen. En dat terwijl er in Nederland zo'n 70.000 drones zijn verkocht. Wat is er misgegaan in de organisatie? Dat weet ik niet. Ik denk dat de speelgoeddroontjes daar ook onder vallen. En ik denk dat die al kapot zijn of in de kast liggen. Maar ik zie hier ook nog geen duizenden mensen komen hoor. Gelukkig zijn de mensen die wel zijn komen opdagen dolblij met deze dag. Zo ontmoeten ze eindelijk andere liefhebbers en niet te vergeten andere drones. Maar voor een drone moet er een goede greep in de buidel worden gedaan. Okay. €1.500? Het is €1.600 ongeveer. Duur hobby. Ja, maar ja, ik stop maar roken. Dus hou je geld over. Voor wie geen flinke duit wil betalen voor een vliegende robot, ze zijn er ook goedkoper. En deze kunnen ook nog eens tegen een stootje. In ieder geval die van deze deelnemer. Nou, jongens. Oh, ja, en dat blijft gewoon heel. Ook al is het natuurlijk verstandiger om voorzichtig om te gaan met de drone. En voor alle andere drone-amateurs heeft Radmund nog een belangrijke tip. Gebruik je gezonde verstand. Dus ga niet vlak voor iemand vliegen en doe geen gevaarlijke dingen.